Hallo, ik kom nu met een gebedverzoek, niet in woorden, maar qua beeld, woorden via beeld. Ik zou heel graag gebed willen voor een hele goede vriend van mij, die heet Gerard Rommens. En dat is een reizende kunstenaar en die heeft zijn paard vorig jaar verloren. En dat is, vind ik, zo erg voor die man, want hij is ook nog gestoken door een teek. Hij heeft de ziekte van Lyme en hij wordt langzaam blind, terwijl schilderen zijn passie is. En ik hoop gewoon, ja, hij bidt zelf ook, maar ik hoop gewoon dat er wel mensen zijn die dit opvangen en ervoor willen bidden. Want ja, hoe meer bidden, hoe meer kracht erin zit in gebed. En ik zou ook graag willen dat er voor een goede vriendin van mij, die heet Sonja Uleman, haar moeder, die is opgegeven, is ernstige uitzaaiing. Zij is net verhuisd en ze wil heel graag dat de moeder de 80 haalt. Die wordt volgende maand 80 en... Het zou juist fijn zijn als ze dan die leeftijd zou halen, maar ook dat er gewoon een stuk verlichting zou komen. Het zei, ja, dat ze nog langer van de moeder kan genieten. Maar ja, het is gewoon heel onzeker, want niet alle gebeden worden verhoord. Dat weet ik zelf ook, daar heb ik zelf ook ervaring mee. En dat, en ook nog één ding, ik zou heel graag willen dat er een wonder gebeurt tussen mij en mijn ouders. Want ik heb een conflict met mijn ouders. En door wat ik heb meegemaakt, door mijn woedeaanvallen en door de miscommunicatie die is geweest, wil ik de kracht vinden om de brief die ik begonnen ben af te maken, maar ook dat ik gewoon wil dat het goed is. Mijn wereld is zo raar geworden, ingestort met al die mensen, dieren die ik verloren heb. En ook nu ik dat hoor van Gerard en ook van zo'n vriendin, dan denk ik van nee, dat is gewoon niet goed dat dat soort dingen gebeuren. Het gaat eerst om het leven. Het gaat niet om ziektes. Ziektes horen niet in het lichaam. Het gaat niet om conflicten. Dat in ieder geval. Dat het gewoon. Ja, want ik voel me gewoon zo onzeker. En ik heb gewoon het idee dat ik gewoon zo diep in de put zit. Terwijl ik dat helemaal niet wil. Ik wil juist gewoon mijn oude leven terug. Dat is gewoon zo moeilijk, dat die druk gewoon zo blijft. En dat is gewoon niet goed. Vandaar dat ik gewoon voor gebed vraag. En ik hoop gewoon dat er een beetje verlichting komt. Want het is gewoon heel moeilijk gewoon om hier in dit huis zonder mijn ouders te zijn. Dat ik geen eens naar Zeeland kan. Ik ben gewoon heel dat rondje kwijt. Dat is gewoon niet goed voor een mens. Gewoon een mens hoort gewoon met familie goed om te kunnen gaan. En gewoon met zijn medemensen. Er hoort gewoon geen conflict te zijn. En al die rare, duivelse dingen die er tegenwoordig gebeuren. Ik vind het gewoon het engste dat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. En dat wilde ik even kwijt. In ieder geval nog een fijne dag. En doeg. God zegen ook.